Ja jongens, het is zover. De PlayStation 3 is uit productie gegaan. En wij dachten, waarom haken we daar niet leuk op in Challenge Accepted? Dus ja, we hebben zelf een opdracht bedacht. Sorry dat het niks is geworden van de community. Je mag altijd nieuwe opdrachten laten weten hier in de comments. Maar we gaan een opdracht doen die de PlayStation 3 embodied. En dat is namelijk, we gaan elkaar bevechten in Battle Royale. PlayStation All-Stars. Alle PlayStation 3 helden zitten in deze game. In een soort van Super Sony Bros-achtige game. Dus we gaan met 4 man, 2 tegen elkaar en dan weer 2 tegen elkaar en dan die winnaars tegen elkaar en die wint de PlayStation 3 Challenge. Dus anyway, PlayStation 3 All-Stars Battle Royale Challenge accepted. Here we go. Alright. Vechten dan. Dit spel is wel aardig floaty. Wow. Wat ge-ass-kick, jongen. Holy shit. Oké, wat? Damage maakt in ieder geval niet uit totdat je die super move hebt. Maar echt niet? Nee, volgens mij. Dat is kut. Godver. Wat een bash, jongen! Ik heb zo'n gevoel dat dit zo'n sudden deathmatch wordt. Waarbij aan het einde van de timer dat we elkaar gewoon. Oh, kut, ja, dat kan ook wel. Als je inderdaad allebei op nul staat, dan. Dan heb je sudden death. Oké, jij hebt nu je super. Ja. Ik weet alleen niet meer wat die is, want je hebt verschillende gradaties, verschillende levels. Wow. Oh fuck, ik ben confused of zo. Mijn besturing was ineens reversed. Nee! Shit! Fuck! Echt? Ja! Ik wist niet wat hij ging doen. Oh! Grab. Hoe gebruik ik het eigenlijk? Dat is mijn R2. Ik ben het R2. Een half minuut. Oh, damn read, jongen. Zo hard gelezen. Oh, ik heb het level gaan. Buzz. Ik denk dat jij gewoon hebt, man. Oh, fucking weer mis. Nee, want we hebben allebei nog geen enkel punt. Nee, dat zeg ik, hij was niks. Ja, daarom. Dus het wordt waarschijnlijk zo'n sudden death. Ik heb zo'n gevoel dat het sudden death is. 2 keer epic. Maar ja, dit, wat death. Is mijn super? R2. Ja, maar ik heb hem nog niet eens gebruikt. Nee, maar je had hem wel. Je hebt een trophy. We zitten in de verlenging. Oh. Ik snap het systeem niet van het spel, man. Ja, je krijgt dus pas een punt als je je super gebruikt. Ja. Maar het is wel balen als je net je super niet hebt gebruikt, want nu is je shit weer. Hij heeft hem in. Maar hoe gebruik ik hem? Kijk, als ik het. Ik moest het met R2 doen. Select. Maar ik doe rechtsonder. Hè, waarom is die bel anders dan? Oh, ja, wauw, daarom kon ik hem dus de hele tijd niet doen, hè. Dus ik heb hem 0 keer gedaan. Ik heb net 0 keer wat gedaan, man. Wat was dat dan? Slack. Huh? Oh, ik heb hem gecanceld. Ja. Maar die in ieder geval 1 zijn altijd weak. 3 keer AP. Ja, nu nog een keer zo inderdaad. Ik heb hem, zeg maar, die, Nice, trophy! 3 keer verlengen. Wat vet. Wat slecht. Oh man, dat is zo easy te halen. Holy shit. Dude! Jij bent zo slecht in timing, jongen. Nee, maar ik joked hem. Ja. Yeah. Ik wist niet dat hij nog een jump had. Ik krijg hem wel zo snel. Gebruik, jongen. I know. Ah. die super snel. Waarschijnlijk voor eeuwig door. Oh, hij heeft hem al nu alweer. Waarschijnlijk krijg ik hem nu super snel. Fuck you. Oh, misschien 3 keer zo snel inderdaad. Dat zou kunnen. Kom dan! Kom dan! Ik was nee! Come on! Fucking vluchten!
4 keer overtime, man. Oh, kom op met die gouden trophy dan. Ah! Hey, dacht ik, heb hem op de grond, nu pak ik hem hier. Nog een keer! Met één klap heb je hem al zo'n beetje. Holy shit, inderdaad, hè. Damn jukes, man. Nee! Fuck you, ik ga gewoon. Ga goed timen dan. Ik ga niet meer voor die 1. Nou, ga hij hem poepen. Die timer is bijna voorbij, jongen. Nee! Oh, ik heb gecanceld! Shit! Nee, nee! Ja! Hier! Nee! Fuck yeah! Oh, mooi dit. Damn. Well played. GG, man. GG, man. Krijgen we wel intro's? Ja! Ik ben de god van de oorlog. Ik ben een grote papa. Waar ben ik? Oh, daar. Oh, dude, ik ben langzaam gek! Holy fuck! Hoe ga ik ook weer naar beneden? Oh! Naar onder kruisen. Hoe? Hoe? Wat is blokken? L1. Dude, ik ben zo langzaam! Dat is niet normaal. Doortje. Dude. Ja, oh, ik wals je gewoon omver. No, fuck off. Oh, huh? Ik kan mijn dingetje meenemen. Mijn little sister. Ja, ik deed ook mijn special, ik deed het opzettelijk. Come on! Ik gebruik allemaal plasmids. Come on! Ah. Boeia! Hoe kan jij zo fucking veel van die super hebben? Hoezo van die super? Ik ja, check hoeveel jouw shit is al vol. Hij is slow, maar ja, hij is hard. Come on! Nee! Weer die little sister waar ik niks aan heb. Ja, dat is gewoon je 1. Ja, maar... Je kan hem verder opbouwen tot 3. Ja, oké, dan moet ik hem maar misschien even des opbouwen. Des te verder je hem opbouwt, des te meer OP. Maar ik heb fucking niks, jongen. Nee, want je bent Kratos. Dat is sowieso overpowered. Je verdient niks. Oh, kut. Volgens mij is de eerste move van iedereen altijd heel erg close range. Oh, had ik je nou gewoon bevroren? Nee! Oh! Die dodge! Ja. Pak aan! The Dukes. All the Dukes. Nee, kom op, ik deed mijn dingetje. Een toffe aanval. Het eind van de dag. Oh, no John. Waarom kan ik niet gewoon Kratos? Mario zijn ofzo? Wat is Kratos slecht? Zo. Hij heet gewoon Daniel, hoor. Maar... Nee, ik bedoel de character. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb een goede aanval. Oh, nee! Nee, kom op, hou eens op! Oh my god. Kratos is juist een beetje unbalanced motherfucker, maar dan moet je natuurlijk wel een beetje weten hoe... Ja, dan moet je wel daadwerkelijk het spel goed kunnen spelen. Het was ook zo mooi dat de game ons zeg maar een beetje bus probeert aan te smeren. Echt, hè? Waar? Dit is een Little Big Planet level en in één keer staat er aan de achterkant bus. Way to go, PlayStation. Beetje je eigen dick riden. Dat is wel fijn, hè? Holy shit, die combo, maat! Oh, kom op! Dat was een kei mooie dash. Kijk dit. Kut! Je boy! Ik kan allemaal tornado's gooien en shit. Hier, hoppatee. Smack the fuck down! Push je gewoon down to earth, man. Ja. Ah, oh, come on. Dit kan. Huh. Nee! Ja, ik weet het. Ik zou het echt sparen. Nee! Ah, come on. Nog 17 seconden. You gotta... Oh, dat was je kans. Nee! Come on! Hoe vaak moet ik die ult nog doen? Dat was nog een kans toen die frozen was. Je hebt frozen nog 1 keer, hè? Nee! Fout de kant op! Nee! Fuck off! Oh, kom maar dan! Oh, time up, wat is dit? We hadden hem gewoon allebei. Wat een flutspel. Kan ik je niet gewoon van het level afduwen zoals normaal in Super Smash? The sudden deaths are real. Ja, de sudden deaths gaan alle kanten op. Ik moet wel zeggen, de game is aardig button bash proof. Als in, je kunt het doen en je kunt er nog mee wegkomen. Ja. Yeah. I like it. Huh, come on! Your boy! Nee! Your boy! Oh, come on. Nee! Kut! Nee! Op elkaar! Nee, kom op! Hoe vaak kan ik die fucking trut nog erbij halen?
Please, oké, oh, bliep dingen weg. Oh, come on, jongen. Dit meen je toch niet? Ja, boy. Kut! Ik zie toch dat je hem wilt doen. Ja. Ja, die super is ook niet zo heel snel. Nee, I know. Mind games spelen. Ik zou zeggen, spaar hem op. Nou, hoe vaak kan ik die trut... Waarom duurt het ook zo lang voordat je die trut geroepen hebt? Come on, nee, ik spam die meiden at the moment gewoon. Maar volgens mij moet jij hem bevriezen eerst. Oh, wow, ja, ik weet niet wat bevriezen is. Dus ik druk maar wat knoppen. Daarom zeg ik, spaar tot niveau 2 of 3. Ja, oké. Okay. Dat vind ik toch zo. Ik vind goede tips. Oh. Kom. Oh my god. Ja, en hij verspeelt hem echt, terwijl ik... Ja, I know, maar dat is dat je naar beneden kan. Ja, kom op, we gaan wel hier vechten voor de verandering. Oh, oké, dan niet, hè. Wat? Hoe dan? Come on. Damn dudes, mate. Ja, dit... Je hebt wel echt een lastig personage gekozen. Ja, maar dit is de enige die lekker multiplatform was. Ik deed hem ook! Ik was sneller, jongen. Echt nog een kans, jong. Je hebt nog 17 seconden. Kut. Oh, ik roep er gewoon nog eentje, trut. Oh my god, ik hoef maar één klap te leggen. Dan zijn we er al. Waarom? Nee! Waarom? Hoeveel van die Little Sisters kan ik roepen? Ik heb hem nooit iets aan. Oh my god. Wat een flutspel. Fuck yeah. Great, this is mine. Hij is ook zo'n cyborg booty. Hij is een beetje Genji. Yeah. Ik ben Genji, man. Ja, ik wou het zeggen. Niet healing. Hond erop. Oh, wow, hier met mijn dikke vuist, jongen. Hier. Lekker op. Ik vind het zo mooi hoe dit level like, super vrolijk is. En jullie kunnen twee meest badass PlayStation helden zijn. I am Ed Lord. Blood will rain down. I am the god of war. Zeus gonna die. Sorry, I don't know. Please <What's> roleplay it. So you're the god of war. Blah, blah, blah. Nanomachines. Take you to the box of nanomachines, son. Waarom is die meme zo leuk? Als dit ook weer 5 keer overtime wordt, dan, nee, dat wil ja. Dus zeggen dat jullie dan echt geen drol beter zijn dan wij. Jongen, hij pakt me keihard. Oh my god. Klap die ult. Nee, doe hem, Ricardo. Nee, ik ga hem niet doen. Oh my god. Nee! That dude, nee, juke boy. Fuck. Jij beet het zo hard. Jij hebt een halve minuut om dit goed te maken. Je hebt fucking weer bijna een fucking leren ding. Ik wil eigenlijk bewaren, maar ik zag een mooie kans. Ja, yeah, I know. Dude, je hebt min 1. Ja, Dan. Omdat ik verloren, omdat ik één keer verloren heb. Oh, oké. Okay. Oh shit. Ik kan het. Daan, je hebt nog kans. I know. Ja. Kans! Nee! Ja, nu heb je kans verneukt. I know. Je hebt nu echt verloren. Nee, 10. Fuck, 9, boy. 8, 7, 6. Nee, dit gaat niet lukken. Helaas, man. Geef mij die fucking extra punten dan. Ik raak je ook gewoon meteen niet meer, hè. Ja, maar jij hebt een fucking pussy gelijk. Hoezo? Ik kom op je af. Helemaal niet, je vermeed mij. Nee, ik kom naar je toe, maar we dashten langs elkaar. GG. Oké, het is duidelijk, Daan bakt er helemaal niks van. En Ricardo is onze PlayStation All-Star. Kratos en Raiden tegen elkaar. De ultieme PlayStation Sony-helden. En Ricardo is onze winnaar. Dus dat was het voor deze Challenge Accepted. Heb je nou zelf een leuke opdracht die je inspeelt op de actualiteiten? Of heb je gewoon een toffe opdracht, een nieuw level om ons toe te sturen in GTA, Minecraft? Maakt allemaal niet uit. Laat het weten in de comments. We zijn op zoek naar nieuwe opdrachten. We hopen dat je genoten hebt van de video. En natuurlijk dat je langskomt op gamersnet.nl. Voor allerlei andere toffe nieuws, reviews, trailers, previews, you name it. Het is een gezellige site. Kom eens een keer langs. Tom, out. Dit was het voor Challenge Accepted voor deze week. Doei!